En dan zeg je... Welkom hallo. Allemaal! Bij dat deze... Is eten voor je. Ja, bij deze vlog. Wat is dit nou voor begin? Het gaat over iets dat ons net is overkomen in de trein. Slap. Het is best wel grappig eigenlijk. We hadden trouwens ook nog Ruben en Tjerjan bij ons. Die zijn getuigen, dus als jullie dit verhaal niet geloven, dan kun je naar hen toe gaan. Is het waar? Ja, dat is zeker waar. Dus. Oké, het verhaal is, Ruben heeft ons beloofd dat hij ons al ons zijn geld geeft. Wijzen slender. Ja. Nee. Het verhaal is als volgt. Wij zaten in de trein. Minding our own business. Gewoon een beetje te zijn, weet je wel. We kwamen net van een café waar we moesten socializen, waar we moesten praten met mensen, contact maken. CIC in Boston? Ja, de Cambridge Investment Center. Wauw. Hey, kijk, die weet ik nu wel. Weetjes. Nu wel, wist je hem net niet dan? Nee, nu net wist je. Hoe was de teken? Hoe was de teken is dit? Dit is teken 4. Oh, okay. Maar goed, dat ging dus best wel goed. Want gaat het weer niet goed? Knippen we eruit. Wij zaten daar dus. En ineens, vanuit het niets, jongetje zegt tegen ons... Hey. Nee, tegen Jasper. Tegen mij, inderdaad. Hé, hey, ik ken jou van Fortnite. Dus ik zo van... Huh? What the hell? Ja, van Fortnite. Nou, ik zei van Fortnite, daar ben ik veel te oud voor. Hey, voedsel. Maria. Kan dat kloppen? Nee, kijk naar Jasper. 11 van de 10 sterren, toch? Dankjewel. Oké, hoe dan ook. Ik zei dus van, nee, dat kan niet. Nou, die jongen volhardend ging die door. En na een tijdje was ik bijna van hem af. En wat zei Maria toen? Toen kwam ik met, oh, ik heb ook nog Fortnite tegen jou gespeeld. Wow. Ai, ai, ai. Dus toen kreeg ik hem bijna niet van me af. Maar ik dacht, dit is prima te ontkrachten. Ik moet Maria's geloofwaardigheid aantasten. Dus ik zei van, nou Maria, vertel eens hoe Fortnite dan gaat. Nou, dus ik begon gewoon heel simpel met, ja, het is een shooting game, oh. En hij was zo, oh ja, je speelt op de PC. Ik zei, ja, inderdaad. En je kwam het zo met, ja, en wat kun je nog meer over vertellen? Toen zei ik zo, ja. Toen viel ze de mand. Ja, toen ging het niet meer. Ja. Maar nu komt het mooiste. Nu komt het mooiste. Ik was geïnteresseerd, ik was gefascineerd. Ik denk, nou, ik heb blijkbaar een dubbelganger die Fortnite speelt. Ik ben wel benieuwd naar die man. Dus kun je mij niet in contact brengen met die andere knappe jongen? En dat kon hij niet. Dat kon hij niet, want hij had mij geblokt. What the hell? Waarom zou je mij blokken? De reden was dat ik hem had gesold. Ik denk, blijkbaar een schietspel. Gaat het dan zo dat je mensen neerschiet en dan hun lijken aan iemand verkoopt? Wie wil dat hebben? En dat zei hij ook nog echt, hè? Ja, ik zeg wel eens wat dingen. Hoe dan ook, wat er wel aan de hand was, daarvoor hebben we een expert. Je zei dat je niet dood ging. Dat is de strekking van het verhaal, inderdaad. Ik had de jongen beloofd dat ik niet dood zou gaan en toen ging ik wel dood. Nou, dat is natuurlijk een enorme dick move. En nou, daarom had hij mij geblokt. Dus dat was enigszins jammer. Ja, en toen moesten we net uitstappen. Moesten we uitstappen. Dus ik zei van, unblock mij, dan praten we verder. Dus dat was wat we hebben meegemaakt in de metro. Hoe eindig je een vlog? Volg ons, subscribe, klik de like button en zo. The usual. Je moet wel een significante doei hebben, dus ik weet niet wat jouw significante doei is, maar... Yo!